dus de nieuwe etiketten wil dat de gastheer zelf eerst een kleine hoeveelheid wijn proeft. Zo. En pas daarna een andere gast laat proeven. En dat is eigenlijk evident, want zeg, de oude... Zeg, meester, niet zo vlug, alstublieft. Wij kunnen niet volgen. Ja, meester. Kunt u dat vorige nog eens herhalen? Maar, ik heb het pas allemaal herhaald. Ja, ja, meester, maar dat van die gastheer, dat heb ik niet zo goed begrepen. Ja, maar dat is toch zo moeilijk niet, Sophie. Wacht, dus ik herhaal het nog eens. Hè. Goed kijken. Dus, na het ontkurken van de fles... Sorry. Zal dus de gastheer zelf... Dat ben ik toch, hè? Zal die dus een kleine hoeveelheid wijn proeven? En pas op, proeven alleen al is een kunst. En dan zal hij een andere gast uitnodigen om hetzelfde te proeven na goedkeuring van de wijn dus. Sophie. De enige echte meester, buis van meester, hij begint weer. En hij zit hier bij ons, Frank Dingen. Goedemiddag. Ja. Oh ja, waar is de tijd, hè? Ja, ik was onderweg nog aan het denken. Dat is eigenlijk 31 jaar geleden. Ja. 26, zo. 26, de jaren 80, hè? Een serie over een klas met een hippe leerkracht. Ik weet niet of we het zo kunnen noemen. Er werd een beetje met je gelachen, eigenlijk. Hè? Er was eigenlijk een beetje een sul van de leraar. Maar naïef, heel naïef.